Juriaan Jansen van Norton Rose. Welkom bij dit event van Mars, ons Cyber Vault Leader event. Je bent hier vandaag met je collega Jan Duivens. Wegens corona gaan we straks een switch maken. Dus we beginnen bij jou. Kan je jezelf eens voorstellen en jouw rol binnen Norton Rose en überhaupt wat Norton Rose doet? Ja, Juriaan Jansen. Ik ben advocaat bij Norton Rose Fulbright. Ik ben partner gespecialiseerd in privacy en cyber onder andere. Ik geef in Amsterdam leiding aan het team wat zich daarmee bezighoudt. En ik werk eigenlijk 80% van mijn werk ik samen met mijn kantoorgenoten in het buitenland. Norton Rose Fulbright is een internationaal kantoor. Onze cyber- en privacy-sectie bestaat uit ongeveer 80 specialisten die zich wereldwijd bezighoudt met cyber-incidents en met privacy. Ik hou me primair bezig met incident response. Mijn kantoorgenoot Jan Duivens is partner gespecialiseerd in litigation. Hij is meer gespecialiseerd in de claims die voortvloeien uit cyber incidents. Okay, jij houdt je bezig met de incident response, ja, jij klopt. En jouw team. Ja. En dat doe je al een aantal jaar? Ja, ik ben sinds 14 jaar advocaat en ik ben in 2017 bij Norton Rose Fulbright terechtgekomen om daar de praktijk op te zetten. En ik hou me van die 14 jaar ongeveer 10 jaar bezig met cyber. Oké, dus in 10 jaar zal je veel hebben gezien ook qua incidenten. Wat zijn nog dingen die jou opvallen bij dat soort incidenten? Zijn er nou, als je kijkt naar, goh Sjaak, er zijn 3 dingen die ik zie waarvan ik eigenlijk niet mag verwachten dat ik ze nog zie voorkomen binnen organisaties? Wat je nog steeds, denk ik, ziet, en dat zal jij in je werk ook zien, is dat toch best wel grote professionele organisaties die internationaal opereren, hè, dat dit toch een cyberincident als een volkomen verrassing komt in sommige gevallen. Dat er nog geen dat het nooit geoefend is. Er liggen geen playbooks klaar. Er is niet een communicatieplan gemaakt. Dus het is eigenlijk blinde paniek. Dat zie je nog toch vrij vaak voorkomen. En soms ben je verbaasd. Omdat het dan toch een vrij grote professionele club is. Waar dat dan toch zo het geval blijkt te zijn. Dus dat is eigenlijk, denk ik, het punt dat me het meest verbaast. Ja, dat het nog steeds niet, zoals wij het noemen, hè, als je kijkt naar cyber risk management, de holistische aanpak is. Zit het dan alleen maar geënt op cybersecurity binnen die organisaties, denk je? En dus inderdaad niet over de horizon heen, niet holistisch zoals je dat noemt. Dan zit het primair bij de IT-mensen. En is er bijvoorbeeld nooit een keer een incident geoefend? Is er nooit doorgedacht van, god, wat communiceren we dan aan ons personeel? Hoe gaan we om met klanten? Hoe gaan we om met claims? Hebben we een check gedaan op onze suppliers? Waar zit onze data precies? In welke jurisdicties zitten we? Wat zijn onze verplichtingen onder allerlei wetgeving? En ik denk, als je dat nooit geoefend hebt en dat gebeurt dan komt het toch als een verrassing. Ja, en dan is het geen incident, maar is het gelijk crisis. Ja, dan is het crisis, ja. Ja, interessant. En in die 10 jaar ervaring bij die incident response, met wie praat jij dan? Wat zijn de stakeholders bij zo'n incident te managen? Ja, dat is bijna altijd de board. Dus wij, als wij erbij gehaald worden als advocaat, dan is het eigenlijk al het niveau van IT kan het wel managen en oplossen, is het voorbij. Dus dan is het bijna altijd crisis. Dan is het ook geëscaleerd naar de board. Nou, wat je dan vaak ziet, is dat die escalatie vrij laat gebeurt. Hè? Dus IT probeert het eerst, tenzij het een ransomware incident is waar alles plat ligt. Maar vorig jaar heb ik geadviseerd over een geval waarbij er een significant datalek plaatsvond. Van meer dan 1 miljoen mensen waren gegevens weg. Dat is toch eerst een aantal dagen nog binnen de organisatie gebleven. Ja, is het wel echt weg? Is het versleuteld? Toen pas geëscaleerd. Maar op het moment dat het geëscaleerd wordt, dan praat je met de general counsel, met de board, met de data protection officer, met de hoofd IT. Daar zit je mee aan tafel. En vanuit jullie ervaring, hè, vanuit de incident response, wat zou nou 3 dingen kunnen zijn die bijna elke organisatie kan toepassen om
een incident kan je vaak niet voorkomen. Nee. Maar je kan wel voorkomen dat het een crisis wordt. Wat zou dan 3 dingen kunnen zijn die elke organisatie zou kunnen toepassen? Ja, ik denk ten eerste een goede inventarisatie maken van hoe je systemen eruit ziet. Waar zit je data? Waar zijn je backups? Ten tweede, heb een soort playbook. Hè, dus weet wat je moet doen. In plaats van dat je het lastig maakt voor IT-mensen om te escaleren. Stimuleer juist dat ze dat snel doen. Dat het op de juiste manier geadresseerd wordt. En ten derde, oefen het een keer. Ik weet niet of dat bij jouw praktijk hoort, hoor, of bij je collega's meer binnen Northrop Rose Fulbright. Maar ik kan me voorstellen dat jullie veel praten met legal counsel. Ja. Of juridische afdeling, om het algemeen te zeggen. Wat zou hun rol kunnen zijn binnen het grote cyberrisk domein? Om dat nog hoger op de agenda te krijgen. Nou, ik denk een van de rollen die een juridische afdeling daarin kan hebben, is uitleggen of laten merken aan de stakeholders, aan de board, dat een cyberincident niet alleen iets technisch is, maar dat er ook enorme juridische risico's of commerciële risico's aan verbonden kunnen zijn. Hè? Je hebt het over aansprakelijkheden, maar je hebt het ook over toezichthouders die steeds strenger worden en steeds hogere boetes op gaan leggen. Je hebt het over share value, hè? Dat je die enorm aangetast kan worden door een cyberincident. En ik denk dat een juridisch team kan bijdragen aan een stukje bewustwording van de organisatie. Daaraf voortvloeiend eigenlijk. Hè? We hebben natuurlijk heel veel, en terecht, heel veel aandacht gegeven aan privacy. Ja. Naam door ontwikkeling natuurlijk van de AVG die tot stand is gekomen. Ik heb het idee, maar ik toets het graag bij jou, dat datagedreven organisaties soms te veel focus hebben op de privacy en minder kijken naar wat gebeurt als de data niet meer beschikbaar is. Is dat iets waar je in herkent of zeg je nee? Wat ik wel zie is dat er met name heel veel, dat ook daar er soms binnen het eigen domein wordt gekeken. Dus dan is het legal team is belast met de GDPR compliance. Maar dan is het lastig om daar ook de match met het IT-team mee te maken. Dus dan is het aan de voorkant heel goed afgeregeld. Dus er zijn alle notices, zijn er, alle policies zijn er, alle contracten zijn aangepast. Maar hoe dat dan ook op de IT-infrastructuur wordt toegepast, dat is dan, ja, daar zie je nog wel. Daar laat eigenlijk een hiaat ontstaan. Soms, ja. Ja. Juriaan, we hebben het net gehad over de verschillende rollen binnen de organisatie op het gebied van cyberrisk management. Jij is met name in het incident response. Wat is de rol van de advocaat in dat aspect? Ja, ik zie daar eigenlijk 3 rollen in de praktijk. Hè. Dus de eerste rol is denk ik vertrouwenspersoon. Wat je ziet als er een groot incident optreedt, is dat de general counsel of de board vaak eerst belt naar de advocaat die ze goed kennen. En dat gebeurt eigenlijk bij elke crisis. En die haalt er dan, als het goed is, een specialist bij die weet wat er dan moet gebeuren. Het tweede is toch ook wel een beetje een soort van crisismanager. En de derde is een specialist. Hè. En crisismanager bedoel ik dat er vaak in hele korte tijd heel veel stappen ondernomen moeten worden. Je moet meldingen doen onder privacyregels. Niet alleen in Europa onder de GDPR, maar bijna elke Amerikaanse staat heeft vergelijkbare regels. In Azië hebben de meeste landen dit soort verplichtingen. Het kan zijn dat je nog sectorspecifieke regelgeving hebt op basis waarvan je bepaalde stappen moet zetten. En die tijdslijnen zijn vrij kort, hè? 72 uur na ontdekking onder de GDPR bijvoorbeeld. Communicatie is heel essentieel. Aan de ene kant wil je zo transparant mogelijk zijn. Aan de andere kant zie je in elk cyberincident dat met name in het begin de feiten nog totaal onduidelijk zijn. Dus ik denk dat de rol van de advocaat daar is om te zorgen dat je zo transparant mogelijk bent, maar dat je wel voorkomt dat je het later van alles moet corrigeren. En dat doe je dan vaak samen met een PR-bureau dat er ook bijgehaald wordt. En als onderdeel daarvan kijk je ook mee naar de communicatie, naar klanten en naar werknemers.
Ook al een beetje met het oog, en dat is misschien meer voor mijn kantoorgenoot Jan, maar om te voorkomen dat er later, of in ieder geval het risico op allerlei vervolgclaims te beperken. Ja, we hebben het net al gehad over cyberrisk management. In onze beeldvorming, in ieder geval, ons idee daarvan is dat binnen cyberrisk management valt ook cybersecurity, privacybeleid, misschien wel fysieke beveiliging ook. Maar ook cyberverzekering is natuurlijk iets wat steeds meer in opkomst is. Ja. Bestaat al 30 jaar, maar in Nederland nu 10 jaar, denk ik, in swing. Ja. Jullie hebben daar een rol in de incident response bij cyberverzekering. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus wij werken met een aantal verzekeraars samen. Wij worden er als incident response team. Verzekeraar heeft een team van verschillende specialisten, forensisch experts, een PR-bureau en ook advocaten. Dus wij worden er onmiddellijk nadat zo'n incident gemeld is, worden wij erbij gehaald om eigenlijk meteen te kunnen adviseren over welke stappen er onder bijvoorbeeld privacyrecht genomen moeten worden, maar ook om weer om mee te kijken met de communicatie, om ervoor te zorgen dat aansprakelijkheden zoveel mogelijk beperkt worden. En daarbij is het key dat je er snel bij gehaald wordt. En daarbij is denk ik ook key dat je als je een advocaat betrekt, dat het een advocaat is die het al vaker gedaan heeft. Wij werken met 80 man op 5 continenten ongeveer 100% aan data incidents. Ik geloof dat we de afgelopen 2 jaar aan 30 miljoen mensen meldingen verstuurd hebben. En een deel van dat werk, een groot deel, doen we samen met verzekeraars. En heel concreet, ik ben een verzekerder, ik heb een polis, daar staat een nummer op, 24/7 kan ik dat bellen. Ja. Die telefoon gaat, die komt bij jou terecht, of hoe loopt dat in de praktijk? Die telefoon die rouleert. Je hebt onder de meeste verzekeringen het recht om dan binnen een uur, of je krijgt onmiddellijk een advocaat aan de lijn, 24/7. En binnen een aantal uur krijg je een advocaat aan de lijn toegespitst op jouw jurisdictie, op jouw sector. En die neemt je eigenlijk bij de hand om alle stappen te doorlopen die je in ieder geval vanuit een juridisch perspectief moet nemen. En zijn jullie dan ook een soort crisismanager die ook schakelt met forensisch IT-experts en PR? Of is dat een andere partij die dat oppakt? Soms zit daar nog een andere partij tussen, maar in veel gevallen zijn wij dat, ja. Dan is het natuurlijk een heel hot topic onder, in de pers in ieder geval, ransomware. Ja. Ransomware komt veel voor. Onder de cyberverzekering is het ook mogelijk om het losgeld bij een ransomware te verzekeren. Ja. Wat is jullie visie daarop? Ja, het is een. Ik heb ook de discussie een beetje gevolgd. En ik vind de discussie in de media af en toe wat ongenuanceerd. Tuurlijk. Als je betaalt, dan stimuleer je eigenlijk die criminelen om het nog een keer te doen. Hè? En je helpt ze ook om dat te kunnen doen. Maar het is wel een afweging van twee kwaden. Hè? Als op het moment dat je complete netwerk plat ligt en ook al je backup servers liggen plat, dan kan het zo zijn vanuit het perspectief van het bedrijf dat je eigenlijk met je rug tegen de muur staat en dat je geen andere keuze hebt om toch te overwegen om te betalen. En ik denk dat perspectief vaak parallel is met het perspectief van de verzekeraar. Want in zo'n situatie moet een verzekeraar veel meer uitkeren op het moment dat bedrijf volledig stil komt te liggen, dan wanneer die data ontsleuteld wordt. Er zitten wel, denk ik, twee belangrijke maren aan als je dat overweegt. Ten eerste de technische component. Als het zo is dat ransomware zie je steeds meer aan worden als een soort van kleine jongens die dat eens gaan proberen. Je kan ransomware as a service kan je kopen. Dus dan koop je eigenlijk gewoon een pakketje waarmee jij dan andere bedrijven kan infecteren. Nou, als je zo iemand aan de andere kant heeft en die totaal niet in staat is om die data ook te decrypten, dan heb je er niks aan, dan ben je nog verder van huis. Dus het is, en vaak heeft de forensisch consultant heeft daar wel een mening over. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is, er kunnen wel juridische consequenties aan zitten als je betaalt. In principe is betalen van ransomware niet strafbaar of het is niet illegaal. Tenzij je daarmee terrorisme ondersteunt of
betaalt aan mensen die bijvoorbeeld op een sanctielijst staan. Hè. Dus als je weet dat er een state actor uit Noord-Korea achter zit die op financieel gewin uit is, ja, dan kan je niet betalen. Want als je dan wel betaalt, dan ben je strafbaar. Ja. Oké, dank je voor die inzichten. Instant response. Als ik kijk naar de incidenten die jullie hebben gezien. Wij kijken met name naar de impact die iets heeft. Hè. Dus het maakt ons niet veel uit of het nou van een criminele intent is, systeemfalen of een menselijke fout. Ja? Die samenwerking tussen die drie elementen, waar komen de meeste incidenten uit voort, volgens jou? Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk de meeste ransomware cases die ik de afgelopen jaren heb gezien, die zijn herleidbaar tot mensen die op een verkeerde link geklikt hebben. Maar ja, die link moet wel zijn effect hebben. Dus dat is toch weer een situatie met beveiliging van je systeem. Hoe sterk is die beveiliging? Maar ik denk dat met name bij een grote incident het bijna altijd een combinatie is van falen, security niet helemaal op orde, wat dan tot een enorme impact kan hebben. En dan even, we zitten in Rotterdam, dus allemaal kort en krachtig af en toe. Hè? Stelling. Medewerkers, het grootste gevaar of de belangrijkste asset? Ja, dat ligt aan. Ja, dat is een flauw antwoord. Ik denk de grootste asset. Ja. Maar je moet ze wel trainen. Wij als kantoor krijgen ook regelmatig van die oefen phishing e-mails. En dan verbaast het me elke keer weer wat voor percentage mensen toch weer op zo'n link klikken. En dat moet je blijven doen om dat te voorkomen. Jurriaan Jansen, dankjewel voor je tijd en je inzichten met name. Het is halftime nu, dus ga even schakelen met je collega Jan. Dankjewel zover. Jij ook, hartelijk dank. Jan Duivens van Norton Rose Fulbright. We hebben net je collega Jurriaan al aan de tand gevoeld. Nu ben jij aan de beurt. Welkom. Kan je heel kort iets over jezelf vertellen? Ja, Jan Duivens. Ik ben partner bij Norton Rose, waar ik me bezighoud met verzekering en aansprakelijkheid, waaronder cyber. En je houdt je ook bezig met de cyberverzekeringen, begrijp ik. Klopt. En kan je uitleggen wat een cyberverzekering behelst? Ja, er zijn eigenlijk verschillende elementen die zo'n cyberverzekering dekt. Eerst is eigenlijk de eigen schade van de verzekerde. Dus dan moet je denken aan de kosten die samenhangen met een melding aan de autoriteit, je verlies van je digitale assets of je bedrijfsschade, omdat de boel stil komt te liggen. Ander element is de aansprakelijkheid. Cyber breaches kunnen leiden tot claims, schadevergoeding die daaruit voortvloeit, maar ook de kosten van verweer die je moet maken, die aanzienlijk kunnen zijn, die zijn gedekt onder zo'n verzekering. En ook boetes zullen verzekerbaar zijn onder zo'n polis. Waar cyberverzekeringen denk ik verschillen van de wat meer traditionele verzekeringen is niet alleen het hybride karakter tussen enerzijds first party en anderzijds third party, maar ook dat cyberverzekeringen vaak diensten aanbieden, de zogenaamde cyber response diensten, waar Jurriaan het net al over had op het gebied van PR, tech en legal. En al die diensten die zijn er eigenlijk op gericht, ook in het belang van de verzekeraar uiteraard, om de gevolgen van zo'n cyberbreach zo beperkt mogelijk te houden. En voor verzekerden ja, kan dat natuurlijk vaak een welkome aanvulling zijn, te meer als die verzekerde zelf niet in staat is om zo'n responsdienst op gang te zetten. Ja, want eigenlijk koop je naast de financiële afdekking eigenlijk van die je meestal doet met een verzekering, koop je eigenlijk ook kennis in die als een spot in kan schakelen. Precies, ja. Okay. Je had net eventjes over dat feit dat boetes verzekerd kunnen zijn onder een cyberverzekering. Ja. Over wat voor boetes hebben we het dan? Dan zijn het over boetes die de autoriteit kunnen opleggen in geval van een data breach. Autoriteit persoonsgegevens heb je het dan over? Ja, ja. Ja. Wat je vaak ziet in polissen is dat boetes verzekerd zijn voor zover ze verzekerbaar zijn. Ja, de gemiddelde verzekeringnemer die zal dat natuurlijk weinig zeggen en die zal zich afvragen, ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Ja, een recht toe recht aan antwoord is eigenlijk niet goed te geven. Ik denk dat je moet kijken naar twee elementen om die vraag te beantwoorden. En de eerste is de mate van schuld. En hoe meer schuld die verzekerde heeft, des te minder snel zal zo'n boete ook verzekerbaar zijn. En die grens die zal liggen bij opzet of bewuste roekeloosheid. Als daarvan sprake is, dan houdt het eigenlijk sowieso al op en is die boete niet verzekerbaar. Ander element waar je naar moet kijken, en die hangt ook weer samen met dat eerste element, is het punitatieve karakter van de boete. En hoe sterker dat karakter is, des te minder snel is zo'n boete ook verzekerbaar.
Om een voorbeeld te geven, stel er wordt een hogere boete opgelegd omdat sprake is van recidive. Ja, dan is dat een argument tegen de verzekerbaarheid van zo'n boete. Dus kort en goed, hè, in Nederland kan het wel, maar het hangt echt af van de omstandigheden van het geval. En Jan, we zien natuurlijk in de pers ook steeds vaker in ieder geval de berichten over civiele procedures naar aanleiding van een datalek. Kan je daar wat meer inzicht in geven? Ja, ik denk dat met name interessant is de collectieve acties. Collectieve acties is iets nieuws onder het Nederlands recht. Althans, er is nieuwe wetgeving daarover die denk ik interessant is voor het geval van data breaches. Wat je vaak ziet in het geval van een data breach is dat de totale schade dat die omvangrijk kan zijn. Maar als je dan kijkt naar de individuele positie van de consument, dan is het juist weer zo dat die schade van die consument vaak beperkt is. Als je dan kijkt wat voor schade die consument kan vorderen, dan is dat allereerst de immateriële schade, een soort smartengeld. Nou, Nederlandse rechters die zijn vaak terughoudend in het toekennen daarvan. En als het al wordt toegekend, dan is de omvang daarvan meestal beperkt. En daarnaast kun je als consument nog de materiële schade vorderen. Maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook daarvoor geldt dat de omvang daarvan vaak beperkt is. Er is wel eens berekend dat de gemiddelde schade als gevolg van een identiteitsfraude zo'n €400 is. Ja, de gemiddelde consument die zal een snel rekenplaatje maken en tot de conclusie komen dat een procedure niet opweegt tegen de schade die je eventueel vergoed kan krijgen. En collectieve acties die kunnen daarbij helpen. Onder het oude recht was het zo dat je alleen maar kon vragen om een verklaring voor recht, zoals dat dan heet, dat een andere partij was tekortgeschoten. En had dat succes, dan moest je in een individuele procedure alsnog je schade vergoed zien te krijgen, met alle nadelen van dien. Maar dat is onlangs gewijzigd, er is nieuwe wetgeving en nu kun je in die collectieve actie ook meteen de schade meenemen. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker voor benadeelden om juist die kleine schades vergoed te krijgen. En voordeel daarbij is ook dat een rechter bij toekenning van de schade eigenlijk heel pragmatisch te werk zal gaan. Die rechter die zal verschillende groepen van benadeelden van elkaar onderscheiden en kijken in welke groep de betreffende benadeelde past, zonder nu specifiek te kijken naar alle omstandigheden van het specifieke geval. Ja, wat die schadebegroting eigenlijk veel meer vergemakkelijkt, wat in het voordeel veelal is van de consument. Ander voordeel is nog dat je natuurlijk sprake hebt van een schaalvergroting bij collectieve actie. Je treedt samen op als benadeelde, meer financiële slagkracht. Daardoor kun je beter je betoog opbouwen in rechten, eventuele deskundigen inschakelen. Ja, dus al met al heeft die collectieve actie en met name dankzij die recente wetswijziging tot gevolg, denk ik, dat die collectieve actie veel meer zal worden ingezet in geval van data breaches dan we tot nu toe hebben gezien. Dank voor die inzichten, Jan. Dus als ik jou goed begrijp, maakt de rechter eigenlijk een soort staffel van bij benadeelden en is voor mij als individu een stuk makkelijker om schade te claimen. Precies. En een ander belangrijk voordeel is, als je het vergelijkt met die oude wetgeving, moest je in geval van een succesvolle class action nog steeds zelf als benadeelde je schadevergoed zien te krijgen. Waarbij je dus tegen een probleem aanliep dat je veel kosten moest maken voor een relatief kleine schade. Nu heb je dat probleem niet meer, omdat je met z'n allen in die collectieve actie ook meteen je schadevergoed kan krijgen. En dat is met name voor het geval een cyberbreach tot vele kleine schades leidt. Ja, een veel lagere drempel om te nemen voor een groep van benadeelden om zo je schadevergoed te krijgen. En aan de ene kant is dat, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout zie, goed voor ons als burgers. Ja. Wat zijn de consequenties voor de bedrijven? Ja, die zullen zich veel sneller geconfronteerd zien, zo schat ik in, met class actions. Kijk bijvoorbeeld naar een airline waar een data breach is. Ja, dat je gegevens op straat komen te liggen zal voor de gemiddelde consument beperkte financiële gevolgen hebben. Maar als al die consumenten zich nu verenigen in een class en op die manier een collectieve actie starten, dan zal het veel eenvoudiger zijn om dat soort kleine schades verhaald te krijgen. Dus het zal zeker gevolgen hebben voor de parties die aan de defense kant staan. Ja, ja, en zeker ook iets om mee te nemen weer in dat cyber risk management gedeelte. Absoluut. Want het is een extra risico wat we zien. Nederland is ook een van de weinige landen in Europa waar je op deze manier zo'n vergaande class action hebt. De Nederlandse wetgever heeft wel maatregelen genomen om te voorkomen dat er een grote instroom is van eisende partijen die geen band hebben met Nederland. Dus het is met name gericht voor class actions die betrekking hebben op de Nederlandse rechtssfeer.
Maar met name voor die rechtsveer zien we denk ik wel in de toekomst veel meer class actions op dit terrein. En die tegenmaatregel, om het zo maar te noemen, van de wetgever is om Amerikaanse toestanden te voorkomen? Om te voorkomen dat Nederland een hub wordt voor buitenlandse claimanten. Ja, duidelijk. Interessant. Ja. Dankjewel Jan voor deze inzichten. Graag gedaan.